Zenia Mertens, jullie kwamen vandaag met Oheil hier naar Brugge. Match tussen de twee ploegen die nog geen punten hadden. Het was een spannende wedstrijd, hè? Ja, ik denk in de eerste helft, we pakken de 1-0 tegen. Niemand weet zeker dat het goal is, maar Bon de Ref geeft doelpunt voor hun. En ja, dat is jammer, maar in de tweede helft denk ik dat we wel goed uit de kleedkamer komen, maar we houden dat niet vast, wat jammer is. Jij maakt een heel mooi doelpunt, tweede speeldag op rij dat jij scoort in de Super League. Ja, dat klopt. Dat is, ja, maar spijtig dat we daarmee vandaag niet zoveel zijn. Ja. Jullie kwamen wel te laat toe. Wat was er gebeurd? We hebben heel lang in de file gestaan door een ongeval op de snelweg. Ik denk dat we 2 uur in de file stonden. Dus daarmee ook geen deftige opwarming. Ik denk misschien 5 minuutjes. Dus ja, dat is niet echt perfect om een match te beginnen. Dat is veel te kort, hè? Ja, dat, ja, veel te kort. Geen bal geraakt. Direct match moeten spelen. Scheidsrechter die ons ook zat op te jagen toen dat we hier pas toe kwamen. Dat is niet fijn. Hoe zie je het vervolg met Oheil dit seizoen? Ik dacht na onze goede match van volgende week dat verder te bouwen. En dat is nu niet gelukt, maar we blijven onze koppen omhoog houden en blijven vechten voor elkaar. En dan zien we wel. Oké, ik dank je. Succes voor het vervolg. Dank u.